Ja, Zika komt nu natuurlijk vooral voor in Zuid-Amerika, maar ook in Azië. Er is ook een uitbraak beschreven in Singapore. En heel veel gevallen in reizigers wereldwijd die het oppikken in Zika-endemische gebieden. Samen met het laboratorium van virologie doen we allerlei proeven met Nederlandse steekmuggen. Die steekmuggen die kweken wij hier op grote schaal. Die nemen we mee naar een speciale beveiligde lab, waar je alleen beperkt toegang hebt. Je kan alleen maar naar binnen als je je vingerafdruk laat zien. En er zijn ook allerlei andere veiligheidsmaatregelen van toepassing. Er is bijvoorbeeld onderdruk in de ruimte. Nou, in ieder geval dus voldoende veiligheidsmaatregelen om veilig met dat Zika-virus te kunnen werken. En die muggen die we dan mee het lab innemen, die stellen we dan bloot aan het Zika-virus. Nou, die moeten we dus ook bloed voeren. Dus we hebben speciale bloedvoerapparaten. Daar gaat het bloed in, kunnen we Zika-virus aan toevoegen. En vervolgens kunnen dus die muggen het bloed opnemen. En kijken we eigenlijk, volgen we de weg van het virus in die mug. En als het uiteindelijk in de speekselklieren van zo'n mug terechtkomt, daarmee kunnen we zeggen van ja, die mug die kan inderdaad het Zika-virus overdragen. He, bij de volgende beet die zo'n mug doet, wordt er altijd een klein beetje speeksel ingespoten in het menselijke lichaam. Ja, of Zika ook in Nederland kan voorkomen, daar kunnen we eigenlijk nu nog geen uitspraak over doen. Daar hebben we echt eerst het onderzoek voor nodig en daar werken we heel hard aan. En we hopen over een jaar tijd daar meer van te weten.